Dat is het gevoel dat over jou beheerst op dit moment bij Ajax. Volgende week weer Europees. Wat is het indruk bij jou? Ja, nou, ik moet het nog zien. Ik vind dat middenveld gewoon niet goed. Met die Alvarez en Martinez. En, ja, van de B-komp er nou bij. Ja, ik weet niet of nou dat de man is. Want ja, wie gaat die jongen dan, wat ze noemen, wegsteken en dergelijke? Ja, die lopen er niet achter. Nee. Er loopt geen Frenkie de Jong, er loopt geen creativiteit achter. En Van de Beek is zelf ook niet creatief. Dus, en willen ze die eventueel terughalen? Nou, ja. En iedere wedstrijd krijgen ze zeker 2-3 grote kansen. Kijk, zelfs Fortuna krijgen weer een dikke kans. Twee dikke kansen in de eerste helft. Dus, ja, maar dat komt omdat die Zuid-Amerikanen zijn weliswaar echte verdedigers. Maar op het middenveld komen ze ogen tekort. Want dan komen ze van links, van rechts, van achteren. En daar zijn ze niet op. Dus aardig om even naar die jongens zelf te luisteren. Bijvoorbeeld Alvarez over zijn eigen positie op dit moment bij Ajax. Siempre lo he dicho, ya lo he dicho muchas veces. Mi carrera comenzó como defensor central. Con el paso del tiempo, los entrenadores me colocaron en el medio centro. La verdad que me siento muy cómodo en las dos posiciones. Y como te comento, donde me ponga el entrenador, voy a tratar de dar lo mejor de mí. ¿Piensa que tus cualidades están mejor en el mediocampista o un defensor? Pues como te comento, yo creo que a la hora de defender en el mediocampo puedo entregar mucha presión sobre el equipo rival. En de parte defensiva, pues también puedo aportar cosas. Ja, dat is natuurlijk onzin, want van de week liet Promes wat beelden zien bij Fox. Nou, hij was helemaal de weg kwijt. Hij liep maar voorin en in de omschakeling was hij nergens te zien. Terwijl daar is hij natuurlijk in feite voor. Dus, Nee, maar als middenvelder is hij tactisch een beetje dom. Dan rent hij naar voren en dan krijgt hij de neiging om mee te willen voetballen. Ja. Maar dat is zijn taak niet. Bij balverlies moet hij het gat opvullen. En bij balverlies van Ajax is het met die twee Zuid-Amerikanen op het middenveld levensgevaarlijk voor een counter. Want dan lopen mensen zomaar door. Dat blijkt Johan, het is toch gewoon zo dat, als ik jou mag geloven, en dat geloof ik ook, was de bedoeling om met Blind op het middenveld te gaan spelen. Ja. Nou, Veldman zou waarschijnlijk niet meer in de basis komen. En dan zouden die twee Zuid-Amerikanen dan daar gaan spelen. Maar nu is opeens Veldman doet het niet slecht. En Blind is teruggehaald omdat het weer erg onzeker was van achter. Dus nou ja, daar hebben ze een ander plekje gekregen. Precies. Maar ik vind wel dat ik van Ajax middenvelders wel een iets hoger niveau verwacht. Blind kan wel op het middenveld spelen. Blind kan wel op het middenveld spelen. Maar deze jongens niet. Nee, ik vind het net iets te weinig, weet je. Als je dan... Maar dat vind ik van Rosario Hendricks ook, hoor. Dat meen ik heel eerlijk. En dat vind ik van Tapia precies hetzelfde op het middenveld bij Feyenoord. Ik bedoel, en Toornstra, hoeveel goede middenvelders? Zijn toch zat goede middenvelders te krijgen, man? Kom op. Ik vind nummer 10 van Fortuna Sittard wel een goede middenvelder. Diemers bedoel je? Diemers. Vind ik voor zo'n club een goede spelverdeler. Maar die was ook voor Ajax, nee toch? Nee, maar voor een andere club. Maar weet je wat het is, Johan? Weet je, ze hebben natuurlijk heel lang met die Odegaard. En dan heb je die Odegaard, die doe je dan niet. En dan zet je nou zo'n Mexicaan neer. Ja. Dat is een wereld van verschil. Lieve Odegaard. In voetbal. Dat kan je niet vergelijken. Ik vind Odegaard wel een Ajax-speler. Ja. En ze zijn natuurlijk ook heel lang bezig geweest met die Olmo, weet je wel? Die van Partizan Belgrado. Dat is ook een totale andere middenvelder. Dat zijn wel Ajax-middenvelders, vind ik. Maar daarom was die topper, die leek toch nergens naar. Wat er op dat middenveld allemaal liep. Maar van beide kanten. Allemaal verdedigers en... spelers die niet weten wat ze moeten doen met de bal. Ja. Het is een beetje onrustig. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight. Met de nieuwe app Werelds.